Dit is het TV Dordrecht Nieuws weekoverzicht. Boomgaard moet worden opgeknapt. En 50-plussers aan het werk. Architect Andries Luchten heeft plannen gemaakt voor de uitbreiding van winkelcentrum Sterrenburg. De nieuwbouw moet vooral een moderne en frisse uitstraling hebben. Architect Andries Luchten weet precies wat winkelcentrum Sterrenburg nodig heeft. Na de sloop van het half uitgebrande laboratorium op de hoek is er plek voor nieuwbouw. Het moet een icoon worden voor de wijk. We hebben nu een uitbreiding op het bestaande deel. Het bestaande deel is erg natuurlijk naar binnen gekeerd, met aan de buitenzijde expeditieruimte. Dus de aanblik van winkelcentrum Sterrenburg is nou niet dat je zegt fantastisch. Daar willen we natuurlijk op dit punt, want het is het punt als je in één keer de wijk benadert, zie je dadelijk in één keer die uitbreiding liggen. En die moet natuurlijk, laten we zeggen, een icoon worden voor Sterrenburg. Door de toename van het aantal ouderen is winkelcentrum Sterrenburg niet meer van deze tijd. De nieuwbouw wordt helemaal anders. Je ziet het, de gevel, als je aankomt door de Sterrenburgtunnel. Het is het eerste dus wat je ziet. En je krijgt een heel transparant beeld. Je ziet de hele supermarkt door het weefsel heen. En je ziet ook door het weefsel heen, je kan het hier een klein beetje zien. Dit is de expeditieruimte. Je ziet hier de vrachtwagen achter staan laden en lossen. En op het dak krijgen we een heel mooie groene dakrand. Buurtbewoners kregen de plannen woensdagavond te zien tijdens het stadsdebat. En ze reageerden positief. Nou, het ontwerp vind ik bijzonder mooi. Er is heel veel, ik woon er vlak naast, dus ik heb er al het een en ander over gehoord, zeg maar. Ik vind het fantastisch. Waarom? Ja, nou, de vormgeving spreekt me heel erg aan. En ik hoop ze ook op die avondverlichting met kleuren en zo. Dus, ja. Past dit bij de wijk Sterrenburg? Is dit het visitekaartje van de wijk in de toekomst? Dat zal het moeten worden, ja. Ik denk dat het voor heel veel mensen een beetje wennen is. Maar ja, ik vind het zelf erg mooi. Ik hou wel van modern. Toch is niet iedereen tevreden. Vind ik ook net een honingraad lijken, ja. Ik vind het echt niet mooi. Ik vind het niet echt mooi, nee. Als het zo'n ruitpatroon wordt, dan moeten die ruiten dan groter zijn en niet zo klein. Aan het huidige winkelcentrum zal niet veel veranderen. De bouwvergunning voor de nieuwbouw moet nog worden aangevraagd. De eerste startersbeurs is maandag op het Leerpark uitgereikt. Doel van de beurs is om werklozen, hoogopgeleide jongeren tussen de 18 en 27 jaar ervaring op te laten doen. Voor jongeren die net hun diploma hebben gehaald, is het moeilijk om werk te vinden. Via de startersbeurs gaan ze 6 maanden bij een werkgever aan de slag, die daarvan de gemeente een vergoeding voor krijgt. Het systeem is al in meerdere steden in Nederland ingevoerd, maar nu dus ook in de Drechtsteden. Nou, we zien aan de ene kant zien we de jeugdwerkloosheid enorm oplopen. En tegelijkertijd zien we dat werkgevers op dit moment gewoon bezig zijn met overleven. En gewoon niet het geld hebben om jongeren aan te nemen om zo meteen het werk te blijven doen. En die startersbeurs die kan daar net dat gat opvullen. Die maakt het voor ondernemers aantrekkelijk om jongeren toch een kans te geven. Voor jongeren aantrekkelijk om werkervaring op te doen. Zodat ze hopelijk uiteindelijk gewoon vast aan de slag kunnen en toch werkervaring opdoen. Iemand die dat zelf ondervonden heeft is Leandro. Hij ontving vanmiddag uit handen van wethouder van de Burgt de eerste startersbeurs. En mag voor een half jaar aan de slag bij Stadsbeheer. Ja, het is een hele moeilijke arbeidsmarkt op dit moment. Zeker voor communicatie, dat heb ik gestudeerd. En ja, je bent continu aan het zoeken. Ik ben zeker een jaar lang bezig geweest om echt te zoeken voor een baan in communicatie. Ja, en zo ben ik hier terechtgekomen bij de startersbeurs in Dordrecht. De gemeente geeft het bedrijf waar de jongeren aan het werk gaan €500 per maand. Daarnaast legt de werkgever zelf €100 apart, zodat er ook na de 6 maanden doorgeleerd kan worden. Het is aan jongeren zelf om te kiezen wat ze daarmee gaan doen voor studie. Het is natuurlijk wel slim om iets te doen waarmee je ook iets hebt op de arbeidsmarkt. Maar ja, het kan ook uiteindelijk in 6 maanden tijd. €600 kan een mooie aanbetaling voor het halen van je rijbewijs zijn. En dat kan toch ook een hele mooie zijn om straks toch een baan te vinden. In totaal zijn er 100 beurzen voor de Drechtsteden beschikbaar. En wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Leandro is in ieder geval onder de pannen voor de komende 6 maanden. Ja, ik hoop natuurlijk dat ik daar aan het werk mag blijven. Het is natuurlijk niet voor een volledig loon hier. Maar om te starten is het heel goed. Ja, ik vind het heel goed initiatief. Samen sterk voor werk. Dat was het thema van het symposium voor 50-plussers dat woensdag werd gehouden. Het is de start van een actieplan van Stichting 50PLUS Drechtsteden dat bedoeld is om ouderen aan het werk te helpen. Je bent werkloos en 50 jaar of ouder.
Aan een baan komen is niet makkelijk. 50 plus het rechtsteden ziet toch mogelijkheden om je weer aan de slag te laten gaan. Feit is dat er inderdaad nogal wat 50-plussers werkzoekend zijn. En wij hebben dat geprobeerd bij elkaar te zoeken. Mensen die in hetzelfde schuitje zitten als wij. Bij elkaar te halen in een stichting. En geprobeerd die mensen regelmatig bij elkaar te krijgen. Om te kijken wat we voor die 50-plus doelgroep zouden kunnen betekenen. Wies Groenendijk is een van die oudere werklozen. Zij is al 3 jaar bezig met solliciteren, maar zonder succes. Ze vindt het symposium leerzaam. Want mijn ervaring met alle sollicitaties die ik de afgelopen periode heb gedaan, is toch dezelfde standaardafwijzingen die je krijgt. En dezelfde adviezen uit allerlei hoeken en gaten. Je moet opvallen, je moet je profileren. Dus nou ja, dan trek je alles uit de kast. Er zijn een heleboel vooroordelen hè, ten aanzien van 50-plussers. Ze zijn niet stressbestendig, ze zijn altijd ziek, ze zijn te duur en dat soort zaken. En wij hebben voldoende argumenten om te zeggen dat dat niet zo is. De mensen die aangesloten zijn bij onze stichting, dat zijn allemaal mensen die heel graag aan het werk willen, die heel energiek zijn en die, als het niet op de manier gaat zoals ze gewend zijn aan het gaan, komen ze hier naartoe om te horen van wat zijn de andere wegen. Want we willen heel graag aan het werk en we kunnen nog heel veel. 50-plussers zouden aan een baan geholpen kunnen worden door onder meer een workshop zakelijk flirten en het matchen van werkgevers en werknemers. Het vernieuwende is dat wij niet meteen een baan, een vacature naar een baan, maar meer de talenten en de kwaliteiten onder de aandacht gaan brengen van werkgevers. De voorzitter ziet het symposium als een eerste stap in de goede richting. Ik hoop in ieder geval dat als mensen naar buiten gaan, hè, zeg maar na afloop, dat er een enthousiasme en energie is losgekomen. En dat de werkzoekende 50-plus het gevoel hebben van nou, ik heb een aantal tips gekregen waarmee ik aan de slag kan. En dat werkgevers ook inzicht hebben in de kwaliteiten en de talenten van de werkzoekenden. Het thema Samen sterk voor werk is in ieder geval aangeslagen. Je komt leeftijdsgenoten tegen, dus je ziet in ieder geval al dat je niet de enige bent. De milieustraten in Krabhof moeten ervoor zorgen dat bewoners hun afval beter scheiden. Om hen een handje te helpen zijn er vrijdag 2 van die straten heel erg vrolijk gemaakt. Met spuitbussen op straat tekenen. De leerlingen uit groep 7 en 8 van de Don Bosco school mochten het vandaag doen in de milieustraten bij de Karnebeekstraat. Zo worden het gezellige plekken om het afval aan te bieden. De bewoners moeten nog wennen aan het scheiden van afval. Ja, dat is nog wel even wennen voor de bewoners natuurlijk, dat ze het afval niet meer in 1 container hoeven te gooien, maar dat gevraagd wordt om het afval beter te scheiden en dat mensen het ook gelijk kwijt kunnen. Begin september werden de afvalbakken in gebruik genomen. Het doel is om in 2015 60% van het afval te hergebruiken. De tekeningen maken het niet alleen gezelliger, de kinderen leren er ook nog wat van. Het beschilderen van de milieustraatjes, ja, het denken van vooral in grondstoffen in plaats van het denken van nou ik kan mijn afval kwijt en het is restafval, dat begint natuurlijk al op jonge leeftijd. Dus we proberen vooral een stukje bewustzijn te creëren. En dat kan hier natuurlijk heel goed met de lokale school, waarbij ongetwijfeld heel veel leerlingen hier ook in de wijk wonen. Bent u zelf tevreden over de tekeningen? Ja hoor, ja, ze hebben leuke, even lastig maken van wat ga je schilderen en is het iets met afval. En denk er even over na wat je gaat maken. Dus dat was hartstikke leuk. De kinderen waren enthousiast. De Andreaskerk bestaat 50 jaar. In een tijd dat kerken leeglopen, houdt deze kerk stand. Dat is opmerkelijk, want Wielwijk, waar de Andreaskerk staat, is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Het is een hervormde wijkgemeente, Andreaskerk heet hij, genoemd naar een discipel van Jezus. We vallen nu onder de Protestantse Kerk in Nederland. Nico van den Houten is nu al 8 jaar predikant in de Andreaskerk in Wielwijk. Zondags dan zit het vol en dan zingen we hier met elkaar en dan beleven we ons geloof en we luisteren naar de Bijbel. En ja, dat is toch elke zondag wel weer het hoogtepunt. Komende woensdag bestaat de kerk precies 50 jaar. Best bijzonder, want Wielwijk is vandaag een heel andere wijk dan in 1963. Toen woonden hier jonge gezinnen, Nederlanders. Nu veel mensen uit een andere cultuur. Het bijzondere is dat heel veel mensen wel vertrokken uit de wijk in de afgelopen jaren, maar toch hier bleven kerken. Dus zondag, elke zondag wisten ze weer de Andreaskerk te vinden. En dat kwam denk ik
Deels door de boodschap die hier mag klinken, het evangelie van Jezus, de Bijbelse boodschap, maar toch ook in actuele bewoordingen. En aan de andere kant is het dan ook een hechte gemeente, een sociale gemeenschap, waar mensen niet makkelijk uitvallen en waar mensen graag willen komen. Van de 400 mensen die op zondag de dienst bijwonen, komen er nog maar zo'n 30 uit Wielwijk. Toch staat de kerk, ook figuurlijk, midden in de wijk. Er wordt contact gezocht met de buurt, mensen die het moeilijk hebben krijgen steun en er is een uitgiftepunt van de voedselbank. De kerk viert feest, het hele jaar al, maar nu is de kerk dan toch echt jarig. Vanavond is er een kunstenares, Wilma Vee, met een expositie. Een zondag over een week, dan is er de jubileumzondag met een tentoonstelling ook van de geschiedenis van de Andreaskerk en van het Andreasmoment wat mensen hebben. Er komt nog een concert aan van Trinity. Dus er zijn allerlei hele mooie dingen die we met elkaar beleven. Paul Zuidweg wil de oude verwilderde boomgaard aan de rand van Stadspolders nieuw leven inblazen. Hiervoor is alleen geld nodig. Daarom heeft hij zich met zijn idee aangemeld bij het Groen en Doen programma van het ministerie van Economische Zaken. De drie projecten met de meeste stemmen krijgen subsidie. Hier aan de rand van de wijk Stadspolders ligt de boomgaard die Paul een metamorfose wil geven. Hij woont zelf in de buurt en loopt er vaak langs. Alles is dichtgegroeid en er wordt verder niet veel aan gedaan. Paul ziet dat graag anders. Nou, het is een hele mooie boomgaard en ik denk dat we daar hele leuke dingen mee, kunnen doen. Sowieso is het denk ik leuk om te maaien, zodat je er door kan lopen. Misschien is het leuk om een imker erbij te halen, zodat de vruchten mooi worden. Paul heeft zijn project besproken met de gemeente en het bedrijf dat hier het groen onderhoudt. Samen hebben zij zich aangemeld bij het Groen en Doen programma. Via de website van het Groen en Doen programma kunnen mensen uit heel Nederland zich aanmelden met hun eigen idee. Maar Paul krijgt alleen geld als hij voldoende stemmen krijgt. De mensen waar ik het tegen zeg, die vinden het allemaal hartstikke leuk. Die vinden het een heel goed idee. Die zien ook wel van, het is eigenlijk helemaal dichtgegroeid en het is gewoon een zonde. Paul heeft een Facebookpagina gemaakt over de boomgaard om buurtbewoners warm te maken voor zijn plan. Ik vind het gewoon heel leuk om samen met de mensen in de buurt hier eens naar te kijken van wat is nou leuk om te doen? Wat is het idee van iedereen? En om daar samen dan wat leuks mee te doen. Hier is het helemaal dichtgegroeid wat je ziet. Brandnetels, bramen, rozenwortels zitten er tussendoor. Het is helemaal dichtgegroeid. En dat is gewoon zonde. Lijkt me leuk om hier dan bankjes neer te zetten. Zo lekker in de zon te zitten. Genieten van een boomgaard achter je. Over 3 weken gaan de 8 projecten met de meeste stemmen door naar de laatste ronde. De 3 projecten die uiteindelijk de meeste stemmen halen, krijgen subsidie. Paul is optimistisch. We staan nu op nummer 10. Vanmorgen zaten we op de 182 stemmen. De volgende zit rond de 230 stemmen. Dat zouden we moeten kunnen halen. Het mooiste is natuurlijk om heel veel stemmen erbij te krijgen. En dan maken we dus kans op die prijs. En tot zover het TV Dordrecht Nieuws weekoverzicht van zaterdag 21 september. Na uw mening ziet u Rondje Dordt. Maandagavond om 6 uur is er weer een nieuwe aflevering van het TV Dordrecht Nieuws. Graag tot dan!